Welkom allemaal weer bij deze algemene reading. We gaan beginnen met een aantal orakelkaarten. We gaan gewoon kijken welke boodschappen er voor vandaag uit wil komen. Welke energie er op dit moment voor jullie uitkomt. Algemeen, dus het kan niet voor iedereen resoneren. Neem mee wat bij je situatie past en laat de rest ook achterwege. En heb je nou het idee, nou deze reading past totaal niet bij mijn situatie, dan kijk gewoon een sterrenbeeldreading of een andere algemene reading. Wellicht dat daar dingen in naar voren komen die jou wel verder kunnen helpen in je situatie. We gaan beginnen met een aantal orakelkaarten en daarna een tarotlegging doen. Universum, ik wil graag een heldere, duidelijke boodschap. Voor degene bij wie deze reading resoneren gaat. Voor degene die deze boodschap moet horen. Eén kaart van het elfde orakel. Welke boodschap mag er uitkomen? Voor de huidige energie. Voor de maand april. Welke boodschap? Ja. En daar komt al een kaart voor jullie naar voren. En dat is de boodschap. Ga naar buiten. Hele mooie kaart. Ze zijn allemaal heel erg mooi, de kaarten van het elfde orakel. Het is tijd om naar buiten te gaan. Stem je af op de krachtige vrede van de natuur en voel je er één mee. Waar je ook bent. Voel je één met de natuur. Dan wil ik kijken welke kaart van het Moonology deck er voor jullie uit mag komen. Welke boodschap. 1 april... is er een nieuwe maan geweest. Dus het is nog tijd om te manifesteren. Tot 3 dagen na de nieuwe maan. Dus schrijf voor jezelf op wat je doelen zijn. En formuleer dit ook heel direct en gespecificeerd in detail wat je graag wil om het te manifesteren. Universum, welke boodschap mag er uitkomen? Voor dit moment, voor de maand april. Welke boodschap is belangrijk voor degene die nu kijkt? Degene bij wie deze reading gaat resoneren. Oh, deze kaart kwam er net ook uit bij de reading van Waterman. Geloof ik, zo uit mijn hoofd. You're very close to achieving your goals. Dus je bent heel dichtbij het bereiken van je doel. Ik ga nog een kaart van het Wisdom Oracle deck voor jullie trekken. Universum. Welke kaart van het Wisdom Oracle deck mag er uitkomen? Welke boodschap is belangrijk op dit moment voor de maand april? Dove. Duif. Ja, een duif staat altijd voor vrede. Ook een hele mooie duif op de afbeelding. En de boodschap is, take a leap of faith. Dus durf de stap te zetten. Durf het risico te nemen. Durf in het onbekende te stappen. En wellicht uit je comfortzone te stappen. Dan gaan we kijken wat de tea leaves voor jullie hebben. Universum, ik wil graag 3 kaarten. Voor de energie van het huidige moment. Welke boodschap mag er uitkomen voor degene bij wie deze reading resoneert? Degene die deze reading moet horen. 3 kaarten alstublieft. Ja, dankjewel. Nog 1 kaart alstublieft. Oh, dat zijn er 2. Die nemen we. Eerste kaart, de gavel. Ja, dat is het houten ding waar een rechter ook mee zijn vonnis uitspreekt. Ik weet niet hoe dat in het Nederlands genoemd wordt. Involvement with the law. Dus je kunt te maken krijgen met de wet. Hopelijk niet in negatieve zin. We hebben een veer. Someone you know is undependable and insincere. Dus iemand die je kent, is, daar kun je niet op vertrouwen. Is niet, spreekt niet de waarheid. En daar kun je niet op bouwen. Daar, kun je niet, daar krijg je dus geen steun van. Undependable. Iemand die je niet kunt vertrouwen.
En dan hebben we Beware of Greed. Dus voor sommigen zal dit te maken hebben met financiële zaken. Op financieel gebied, op zakelijk gebied, is er iemand in je omgeving die je niet kunt vertrouwen, waar je niet op kunt bouwen. En het kan zelfs leiden inderdaad tot een rechtszaak met de gavel die we hier hebben liggen. En dan hebben we een uil. Een uil staat voor een goed advies van een wijze persoon. Dus je krijgt advies in deze situatie. Universum, ik wil graag nog 3 kaarten voor degene die deze boodschap moet horen, voor degene bij wie deze boodschap resoneert. 3 kaarten alsjeblieft. Ja, dankjewel. Het kan zijn dat er iemand achter je geld aan zit. Terwijl hier dat varken. Beware of greed. Ben je bewust van mensen in je omgeving die je niet kunt vertrouwen, waar je niet op kunt bouwen. Mensen die inderdaad hebzuchtig zijn als het gaat om geld. Voel ik daarbij. We hebben een boot. Ja, money or property through an inheritance. Voor sommigen kan het te maken hebben met een erfenis. Een gewin. Het kan zijn dat je geld gewonnen hebt en dat iemand inderdaad daarvan op de hoogte is en ja, jou dat geld afhandig wil maken. Geld wat je met geluk hebt ontvangen, kan het zijn. Want het is een inheritance, dus een erfenis, een winning. Dus ja, je kunt geld, een geldbedrag winnen or windfall. Door geluk kan er geld naar je toe komen. Dan hebben we lightning. Control your anger or you will be sorry. Dus zorg dat je je woede, je boosheid onder controle houdt. En anders zul je daar inderdaad wellicht spijt van krijgen. En dan zou je natuurlijk ook te maken kunnen krijgen met de wet. Wat we hier hebben liggen. Als je je woede, je boosheid niet onder controle kunt houden. Als laatste kaart hebben we een boot, een laars. Increase your efforts if you want to achieve your goals. Dus toon inzet om je doel ook te bereiken. Dus verhoog je inzet. En dat kan inzet zijn in tijd, energie en geld. Kijk hoe het resoneert. Universum. Ik wil graag 3 kaarten. Je kunt te maken hebben met een ramleeuw boogschutter. Of zelf deze energie hebben. Zelf het sterrenbeeld. Een van die sterrenbeelden hebben. Of de karaktereigenschappen. Want ik zag zojuist de koning van staven. Universum, ik wil graag 3 kaarten voor degene die deze boodschap moet horen. Degene bij wie deze boodschap resoneert. 3 kaarten alsjeblieft. Een heldere, duidelijke boodschap voor april. Heldere, duidelijke boodschap. Onder op het dek hebben wij de schildknaap van staven. Kan zijn dat er communicatie binnen gaat komen. Wat belangrijk is in deze situatie. Waardoor je een nieuw begin kunt maken. Een nieuw avontuur kunt aangaan. Dit is iemand die heel optimistisch is. Creatief is. Je kijkt positief naar de toekomst. Je wil iets nieuws aangaan. Dit kan ook weer te maken hebben met iets nieuws starten. Wellicht heb je iemand in je omgeving die je daar een handje bij wil helpen. Maar pas dus op, want het kan zijn dat deze persoon niet te vertrouwen is. En inderdaad er alleen maar aan mee wil doen voor het geld. Dit kan ook inderdaad jezelf uitspreken zijn. Of communicatie die er binnenkomt van een jongere persoon. We hebben de kelken 5, spijt hebben. Gefrustreerd voelen, depressief voelen, verdrietig voelen over stappen die gezet zijn in het verleden. En dat speelt nog een grote rol in je leven. Dus het kan zijn dat iemand je zwaar teleurgesteld heeft. Je hebt het niet zien aankomen, je voelt verdriet, je voelt je gefrustreerd in de situatie. Je bent wellicht boos, want wij hebben hier die boosheid. En we hebben een torenmoment.
Dus het kan zijn dat dit nog moet plaatsvinden. Dit kan iets zijn, ja, wat komt als een bliksem bij heldere hemel, onverwachts. Torenmoment is een ingrijpen van het universum. En het hoeft niet heel positief of fijn te zijn op dat moment. Het kan, je kunt het gevoel hebben dat je wereld ineens stort. Maar uiteindelijk is dit, zoals ik zei, een ingrijpen van het universum. En zul je, ja, positieve veranderingen zien. En dan hebben we als laatste kaart het oordeel. Dus je gaat inderdaad terugkijken naar alle stappen die je gemaakt hebt, in het verleden gezet hebt, keuzes die je gemaakt hebt. Dit meenemen ook naar de toekomst toe, om het in de toekomst inderdaad anders aan te pakken. Dit is vergeving, vergeving van jezelf, vergeving van de ander in een situatie. En opnieuw alles op een rijtje zetten. Dit is ook een hele spirituele kaart. Je engelen begeleiden je, beschermen je. Waarom ligt hier de schildknaap van staven? Schildknaap van staven. Nieuw begin maken. Schildknaap van staven. Ja. Kelken. Ach, kelken. Pentakels 9. Een hele zelfstandige, onafhankelijke energie. Tevreden, blij, dankbaar zijn voor wat je hebt. Jezelf goed verzorgen en in je kracht staan. Met de 9 van Pentakels, dit is een single energie. Ik heb het gevoel dat dit jullie energie is. Je wil onafhankelijkheid, ook op financieel gebied wil je onafhankelijk zijn. Je wilt succes behalen. Je zorgt goed voor jezelf. Je kunt jezelf belonen inderdaad door je harde werk en het succes wat je bereikt. En je bent wellicht aan het wachten op goed nieuws. Wanneer kan ik inderdaad met een schone lei beginnen? Wanneer kan ik die nieuwe start maken? Dit is goed nieuws. Dit is iets te vieren met vrienden, met familie. En dit kan ook zijn een verzoening met iemand. Maar met die 9 van Pentakels heb ik het gevoel dat dit te maken heeft met jouw single leven. Je bent aan het wachten op goed nieuws. En wellicht voor sommigen van jullie kan het te maken hebben met geld wat naar jou toe zou moeten komen. Met de 9 van Pentakels. Iets wat binnen gaat komen. Goed nieuws over geld. Waardoor je inderdaad dit kan vieren. Ook met je familie, met je vrienden. En waardoor je ook kan delen in je succes. Of in je geld inderdaad wat er naar je toe komt. En waardoor je een nieuwe start kunt maken. Waarom ligt hier de kelken 5? Waarom ligt hier de kelken 5? De kelken 5. Kelken 5. Ja, het rad van fortuin. Succes, fortuin, financiële stabiliteit. Iets afsluiten en een nieuwe cyclus beginnen in je leven. Een nieuwe reis in je leven beginnen. En dit is, heeft te maken met het afsluiten van het verleden. Er is iets wat speelt uit het verleden, wat te maken heeft met stappen die gezet zijn, spijt hebben over die stappen, je emotioneel voelen nog over deze situatie. En inderdaad weten, het is tijd voor iets nieuws. Het is tijd om dit af te sluiten. En dan hebben we weer die schildknaap van zwaarden. Communicatie. Dus je bent aan het wachten, heb ik het gevoel, op, ja, goed nieuws. Communicatie. Waarom ligt hier de toren? De toren. De toren. Ja, ik heb het gevoel dat jullie door een moeilijke situatie zijn gegaan. We hebben de kluizenaar. We hebben de krachtkaart. En we hebben hier een pijnlijk einde met een zware 10. Iets wat, ja, heel veel stress heeft veroorzaakt. Iets wat je misschien uit balans heeft gebracht. En dit kan een persoon zijn of een situatie. Iets wat als, ja, zoals ik zei, bliksem bij een heldere hemel is gekomen. Iets wat je echt tot de grond neer heeft geslagen, als het ware. Waardoor je in jezelf gekeerd bent met de kluizenaar. Een innerlijk licht schijnen. De 10 van zwaarden is echt een pijnlijk einde. Iemand heeft je bewust, ja, in je rug gestoken. Niet letterlijk, maar figuurlijk. Iemand heeft je, ja, pijn gedaan.
En je hebt je misschien hopeloos gevoeld, zwaar teleurgesteld, echt door een diep dal gaan, je terugtrekken. En het heeft je heel veel kracht gekost om daar uit te komen. Je had het gevoel inderdaad dat je leven onder je voeten uit werd geslagen, krijg ik het gevoel. Maar je staat nou weer open voor een nieuw begin en daar werk je aan. Je hart ook volgen, je passie volgen met de schildknaap van staven, financiële onafhankelijkheid bereiken en je wil vreugde, je wil geluk, wat je kan delen met je vrienden en je familie. Waarom ligt hier het oordeel? Waarom ligt hier het oordeel? Het kan zijn dat je inderdaad advies krijgt van een wijs persoon. We hebben hier die schildknaap van zwaarden. Dat is iemand inderdaad die een boodschap kan brengen. Waardoor je inderdaad een nieuw begin kunt maken. Het oordeel wordt verklaard door de wereld. Prachtig. Dus we hebben hier het Rad van Fortuin en de wereld. Een einde en een nieuw begin. Een wedergeboorte. Je neemt mee uit je verleden wat er gebeurd is om in die kracht te komen met de krachtkaart hier. En dan hebben we de kelken 7. Zodra er iets afgesloten wordt, gaan er deuren voor je open met de kelken 7. Dit zijn opties. En het kan zijn inderdaad dat er zoveel opties zijn dat je inderdaad de situatie niet meer helder ziet. Dit kan ook staan voor onduidelijkheid of voor illusies. Maar ik heb het gevoel dat inderdaad er positieve opties op jou wachten. En met die wereldkaart, de cirkel wordt compleet. Iets zal afgesloten worden, iets uit het verleden. Waarom ligt hier de wereld? De wereld. En je emoties zullen in balans komen. Er komt duidelijkheid in je situatie door het oordeel hier. De wereld wordt verklaard door de pentakels 7. Dus het kan zijn dat je lang in cirkels bent blijven ronddraaien. Het gevoel had niet vooruit te komen. Geen resultaat te zien. Maar geen communicatie krijgen waar je wellicht op wacht. Het gevoel hebben bedrogen te worden en letterlijk bedrogen zijn met deze kaart. De zware 7, dit kan een kaart zijn van list, bedrog, geheimen. Iemand doet iets achter je rug om, houdt dingen achter voor je. Dit kan een kaart zijn van diefstal. Voor sommigen van jullie met de pentakels ernaast kan het zijn dat je nog geld moet krijgen van iemand waar je op wacht. Deze persoon kan letterlijk je geld hebben gestolen of het op een andere manier weggehaald hebben via het internet wellicht. Een scam, want we hebben hier die wereld liggen. Dat is de wereldbol, staat ook voor het internet. Maar met de wereld kan dit afgesloten worden. Er komen nieuwe opties. Er komt positiviteit, wedergeboorte. Waarom ligt hier de kelken 7? Kelken 7. Kelken 7. En je wordt moe van het wachten. Kelken 7. Keuze. Oh. Wauw. De lovers, de geliefde, tweelingenergie, keuze. En het Rad van Fortuin en de wereld hebben we hier liggen. Het staat voor stier, leeuw, waterman, schorpioen. We hebben hier met de kracht ook heel sterk leeuw. Met de kluizenaar hebben we sterk maagd. En met de toren hebben we schorpioen. En we hebben hier waterman met de ster. Healing. Healen van de situatie. En een keuze. Keuzes, ja. Je hebt keuzes. Dus er gaat een keuze gemaakt worden door dit oordeel. Door alles wat er gebeurd is in het verleden mee te nemen in jouw beslissing. Er gaat een keuze gemaakt worden en dit kan ook te maken hebben met liefde. Dit kan iemand zijn waar je een relatie mee hebt gehad, die jou heeft bedrogen, waar je een huwelijk mee hebt gehad. Vandaar hier involvement with the law. Het kan zijn dat sommige van jullie letterlijk in scheiding liggen. De ster is ook een kaart van hoop voor de toekomst. Ook de schildknaap van staven als algemene energie is een positieve energie. Dus gelukkig zitten jullie wel in die positieve energie. En met de 10 van zwaarden zal het ook een opluchting zijn op het moment dat je inderdaad goed nieuws gaat krijgen. Succes, de situatie wordt met succes afgerond. Er komen nieuwe kansen voor je. Er is veel licht aan het einde van de tunnel. En ja, er is zelfs een kans inderdaad om je wensen, en dit is je wens, heb ik het gevoel, inderdaad om iets af te kunnen sluiten. En met de ster, dat is een kaart van wensvervulling. Waarom ligt die ster hier? De ster, zorg er wel voor, ja.
De ster wordt verklaard door de aas van zwaarden. Er komt duidelijkheid in je situatie. Er komt duidelijke communicatie. Dit kan inderdaad zijn wettelijke aangelegenheden. Nog een kaart voor de ster. Waarom ligt hier de ster? De ster. Waarom ligt hier de ster? Vooruitgang in je situatie, positieve vooruitgang, positieve communicatie, hele snelle communicatie komt er binnen, duidelijke communicatie waardoor er helderheid komt. En dit is inderdaad de wens waar jij op hebt gewacht. En inderdaad, ja, blijf daarbij. Increase your efforts if you want to achieve your goals. Dus inderdaad, positieve kaarten, wensvervulling, einde van een cirkel, einde van bedrog. Ik heb het gevoel dat er inderdaad karma komt in de situatie. Je hebt geduld gehad, lang gewacht, veel tijd, veel geld ergens in gestoken met die zeven van pentakels. Ook mentaal en emotioneel heeft je dit heel veel energie gekost. Dit torenmoment wat we hier hebben liggen. En je hebt gewoon spijt en verdriet over het verleden. En ja, hier liggen hele mooie kaarten als laatste kaart voor jullie. En weet dat je inderdaad beschermd wordt door de engelen. En durf inderdaad een nieuwe stap te zetten in een nieuw avontuur met die schildknaap van staven. Dit is eigenlijk het antwoord op die schildknaap van staven. Een nieuw avontuur aangaan. Take a leap of faith. Durf een risico te nemen. Maar hou in je achterhoofd iemand in je omgeving is, daar kun je niet op bouwen, is niet te vertrouwen. En is uit op geld wellicht met de pik die we hier hebben liggen, het varken. En inderdaad luister naar het advies wat binnenkomt. Je kunt advies krijgen inderdaad van iemand in je omgeving. En ja, we hebben hier al het geld liggen. Hou je boosheid onder controle. Dus dat is wat ik voor jullie heb. Resoneer het, geef me een like, laat een reactie achter, vind ik altijd heel leuk. En abonneer je op mijn kanaal mocht je dat leuk vinden. Druk op die bel, kun je zien wanneer ik een volgende reading post. En ik wens jullie heel veel succes in deze situatie. Blijf erbij, want het zal inderdaad aflopen met opties die voor jou binnenkomen. Wensen die in vervulling gaan, keuzes maken. Maar er zal duidelijkheid komen in deze situatie en positief nieuws, positieve vooruitgang. Dus neem het geleerde mee hierin. Dat is de boodschap. Tot de volgende keer. Dag!